Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een zegen en een voorrecht om vanmorgen ook samen met u, met jullie, de laatste dag van het jaar en ook de laatste zondag van het jaar te mogen beleven en samen elkaar te ontmoeten, ook bij het geopende woord van God. De boodschap die God ook vanmorgen aan ons wil geven. We willen daarvoor ook zijn woord gaan lezen. En we doen dat uit, inderdaad zoals al is gezegd, uit de brief van de Filippenzen, de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Filippi. En ik wil graag met u gaan lezen vanaf hoofdstuk 3, vers 17. En dan lezen we door tot in hoofdstuk 4. Dus Filippenzen 3, vanaf vers 17. Het is mooi, ik was al met dit gedeelte bezig om hierover na te denken, ook voor de prediking. En toen zag ik later ook dat u de afgelopen weken al een aantal preken over deze brief hebt gehad. Ik denk, nou, dat is mooi om dat dan op die manier voor te zetten. Dus ik sluit ook aan bij wat er ook in de laatste preken aan de orde is geweest. En we lezen vanaf hoofdstuk 3, vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap, mijn kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. En dan komen de woorden die we vooral voor de prediking centraal zullen laten staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het u opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Tot zover het woord van God. Ja, de vraag is, hoe leven wij als christenen? Ook op deze laatste dag van het jaar. En hoe denken wij ook te gaan leven als christenen in het nieuwe jaar? We hebben in het eerste gedeelte van die schriftlezing gezien ook en gelezen. En u hebt erover gehoord dat wij zijn, als wij in Christus geloven, zijn wij burgers. Je zou zeggen, niet in de eerste plaats van Nederland, maar van een hemels koninkrijk. Van het koninkrijk van de Heer Jezus. En als we dat geloven en we beseffen een beetje wat dat betekent, dan heeft dat ook gevolgen voor ons leven. Ook juist hoe we omgaan met allerlei dingen die ons in het leven overkomen. Want er gebeurt van alles en nog wat. Mooie dingen, maar ook verdrietige dingen. En juist in tijden waarin ons geloof getest wordt, dan blijkt ook wat ons geloof waard is. Wat is ons geloof? Hoe leven wij als christen? En Paulus die begint dan ook dit slotgedeelte in hoofdstuk 4 met een aantal praktische oproepen en instructies. Hij zegt dan ook, daarom, juist vanwege alles wat aan de orde is geweest, juist vanwege het feit dat wij burgers van het Rijk van de Hemelen zijn, dat wij onze Heer Jezus Christus ook verwachten, blijf zo staande in de Heere.
Laten we staande blijven. Laten we niet opgeven. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij ook, roept hij op tot eenheid in de gemeente, in die volgende verzen. En dan gaat hij verder ook met de verzen die we vooral ook vanmorgen, waar we vooral vanmorgen over na willen denken. In vers 4. Dan zien we daarin dat Paulus een aantal instructies geeft om zo te mogen leven als christenen. En dat zijn eigenlijk 4 punten, kun je zeggen. En die volgen die 4 verzen die we ook gelezen hebben. Het begint met een oproep om blij te zijn. En dan ook een aanmoediging van Paulus om vriendelijk te zijn in vers 5. En dan vervolgens roept hij ons op om werkelijk biddend te leven. En dat gaat dan tot slot, volgt daar een prachtige belofte op die Paulus op die manier ons door mag geven. Hij begint dan hier om die woorden te zeggen in vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het u opnieuw, verblijd u. Dan moet je even nadenken van, ja, wat was nou de situatie van Paulus, waarin hij verkeerde dat hij kon zeggen, mensen, wees blij. Nou, we hebben net al gehoord, ook in het verhaal voor de kinderen, dat Paulus natuurlijk al heel veel in zijn leven meegemaakt heeft. Heel wat moeilijkheden, wat zorgen, zelfs ook natuurrampen en allerlei dingen zijn hem niet bespaard gebleven. Maar misschien nog veel dieper zijn alle geestelijke problemen waar hij mee te worstelen heeft gehad. Met vervolging, met verdrukking. Hij is gegeeseld, hij is geslagen. Hij heeft omwille van het evangelie schipbreuk gereden. Er is van alles en nog wat met hem gebeurd. En dan zou je denken natuurlijk, nou weet je, dan is waarschijnlijk Paulus daar doorheen gekomen. En dan slaakt hij een diepe zucht van opluchting. Hij is weer in een comfortabele positie, zou je kunnen zeggen. En misschien is het hier wel zijn verjaardag en zijn allerlei vrienden bij hem. En ze drinken samen wat en ze zeggen, Paulus, wat een wonder hè, dat je daar doorheen gekomen bent. We kunnen ons blij zijn, we kunnen ons verheugen. Hè, het is je verjaardag vandaag en wat een geweldige dag is het. Is dat de situatie waarin Paulus zich bevindt? Nee, totaal niet. Er is een totaal andere situatie. Want Paulus, die als hij deze woorden opschrijft, dan is het helemaal niet zo'n geweldige positie. Hij zit namelijk in de gevangenis. Dat weten we uit wat hij verder schrijft in deze brief en uit de geschiedenis. Op dat moment zit hij gevangen in Rome. En een gevangenis in die tijd was niet zo comfortabel als een gevangenis nu, die we nu kennen. Hij zat in de gevangenis vanwege ook het geloof. En hij werd daar niet erg goed behandeld. En dat was de situatie waarin hij zich bevindt. Hij had waarschijnlijk op dat moment nog geen uitzicht hoe dat verder zou gaan. Hij zou terecht moeten staan ook voor de keizer. En wat zou er gaan gebeuren? Het zou zomaar het einde van zijn leven kunnen betekenen. En dat is de situatie waarin Paulus zich bevindt. En dan zegt hij, notabene zelfs 2 keer, verblijd u altijd in de Heere. En dan zeg je, ja, dat kun je eigenlijk niet geloven, maar voor zover je daar nog aan twijfelt, dan zegt hij het nog een keer opnieuw, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Nou, hoe kan dat nu? Hoe kan Paulus dat nu schrijven? Hoe zouden wij nu ook blij kunnen zijn als wij ook denken aan misschien alle zorgen en alle moeilijkheden waar wij misschien in zitten? En wij zitten op een bepaalde manier ook wel gevangen in allerlei moeilijkheden en situaties en verdriet. Wat ons bezighoudt, waar we als het ware niet ons los van kunnen maken, waar we niet bovenuit kunnen stijgen. En dan zegt deze man hier, Paulus, die zegt, wees blij. Is dat dan zo'n soort oproep van, nou beste mensen, kop op hoor, het komt allemaal wel goed. En maak je geen zorgen, het gaat uiteindelijk wel goed komen. Een soort van oppervlakkig optimisme, hè, wat we zo vaak ook in de wereld om ons heen kunnen horen. Ja, als je moeilijkheden hebt, dan je collega's op je werk weten dan soms ook niet veel anders te zeggen. Van, joh, het komt wel goed, maak je geen zorgen. Nee, maar er zit iets, dat is goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar er zit ook op een bepaalde manier iets oppervlakkigs in. Want we weten ook, ja, soms gaan dingen ook misschien wel anders. Ja, en hoe kunnen die mensen nou zeggen van, het zal wel goed komen. Maar Paulus, die wijst ons niet op mensen waardoor het goed zal komen.
Want hij zegt er wel iets bij en dat is van cruciaal belang. Hij zegt erbij, verblijft u in de Heere. En dat is namelijk precies datgene wat alle verschil maakt. Dat is van cruciaal belang. Je kunt je alleen maar werkelijk verblijden in de Heere, in God. In zijn Zoon Jezus Christus. En als je beseft wie Hij is en wie Hij voor jou is, is geweest, ook nu is en ook zal zijn en zal blijven. Paulus die heeft dat ook vaak, dat hij daarover spreekt. Op talloze manieren wel in zijn brieven heeft hij het er telkens over dat wij in hem zijn, in Christus, in de Heer. Dat is wat Paulus zo vaak als een refrein in zijn brieven laat klinken. Wij zijn verbonden met Christus. Wij zijn zelfs, zegt hij op een bepaalde plaats, zijn we onderdelen van zijn lichaam. Wij zijn zo nauw met hem verbonden. Wij zijn met Christus verbonden. En dat betekent ook dat wij natuurlijk door dit leven gaan en dat ook niet altijd alles roze geur en maneschijn is. Want wij volgen Jezus. En wij volgen hem ook in die zin in zijn weg van lijden. Jezus heeft ook zelf gezegd, zij hebben mij verdrukt, ze zullen dat ook u doen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. In alle dingen die ons overkomen, gebeurt ons eigenlijk niets vreemds, want het is aan de Heer Jezus zelf overkomen. Maar we zijn aan hem verbonden. Maar hij heeft ook overwonnen. Hij is uiteindelijk gestorven, maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgestaan voor onze rechtvaardiging. We weten dat als wij in hem zijn, dan zijn wij rechtvaardig voor God. Dan zijn wij in de juiste relatie met God. Iets wat daarvoor niet kon. Want dan zijn we zonder God en zonder hoop. Als wij zonder hem leven, dan zijn we zonder God in deze wereld. Hebben wij geen hoop? Dan hebben we werkelijk geen hoop. Dan heeft het totaal geen zin dat iemand tegen ons zegt, het komt allemaal wel goed. Want als we zonder God leven, dan hebben we geen hoop. Dan hebben we geen enkele reden om te denken dat het goed komt. Juist alleen als we in God geloven, dan alleen is er verwachting, dan is er hoop. Omdat Christus overwonnen heeft. Als wij in hem zijn. En dan kunnen we ons zelfs verblijden. Want dat geeft blijdschap. Dat geeft troost, dat geeft rust en dat geeft ook vrede zoals we nog kunnen zien. Dan kunnen we ons verheugen dat het allerbelangrijkste wat er in ons leven speelt, dat is onze verhouding tot God. Dat dat in orde is, dat wij met God verzoend zijn. Zouden we dan niet blij zijn? Zouden we ons dan niet verheugen? Zouden we dan niet hem prijzen? En mogen we verblijd zijn? Dat is de enige manier waarop we verblijd kunnen zijn. En ja, als we zo dan verblijd mogen zijn, dan komen we ook op het tweede punt terecht, namelijk wat Paulus zegt van, uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Eigenlijk is dat een woord wat eigenlijk gewoon betekent vriendelijk zijn. Want als je dan zo in God mag verheugen, dan straalt dat ook van je af. Dan komt dat ook naar buiten toe. He, wij zeggen wel eens gedeelde vreugd is dubbele vreugd, maar ja, dan deel je vreugde ook graag met elkaar. Dan kun je die vreugde, die kun je als het ware niet voor jezelf houden. Die wil je graag met elkaar delen. Dat straalt je af. He, je loopt eigenlijk met een blij gezicht rond en mensen vragen zich misschien wel aan je van, hé, wat is er gebeurd? Waarom ben je zo blij? Wat is er gebeurd? Nou, dan kun je dat vertellen. En dan ben je vriendelijk. Dan heb je niet de neiging op zo'n moment om kwaad te gaan zijn, om lastig te gaan doen, om vervelende dingen te gaan zeggen tegen anderen. Dan zit er wel iets anders in je hoofd. Dan zit er zo'n vreugde in je hoofd, dat je weet dat het allergrootste probleem van wat je in je leven hebt, dat is opgelost, dat je in Christus bent. Dan kan je niet anders ook dan zijn vriendelijkheid, zijn welwillendheid ook uitstralen naar de mensen toe. Dan weet je dat je in Christus bent. Dan is je vreugde is ook stabiel, want die hangt niet meer af van de omstandigheden, maar die hangt af van God die niet verandert. En dat geeft vreugde. En dat geeft ook vriendelijkheid, want dan mag je die boodschap ook met anderen delen. En dat is dat naar buiten toe uitstralen is
Zoiets wat ja, eigenlijk soms in deze wereld weinig voorkomt. Wij mensen, deze cultuur waarin we leven, daarin zijn zoveel tendensen die er allemaal over gaan, dat wij moeten voor onszelf zorgen. Wij moeten met onszelf bezig zijn, we moeten onszelf ontwikkelen. En dat kunnen allemaal best goede dingen zijn, maar onze cultuur die dwingt ons om ons heel erg met onszelf bezig te houden. Ook het hele gebruik van alle media, ergens gaat het uiteindelijk daarin allemaal ook om onszelf. En de vraag is, in hoeverre zijn we dan werkelijk gericht op de ander? Of zijn we alleen maar bezig om onszelf te promoten? Maar juist als we weten van deze mooiere dingen in het leven, dat het gaat uiteindelijk om de verzoening met God, maar ook de verzoening met elkaar. God, door onze Heer Jezus Christus, herstelt niet alleen de relaties met God, maar ook met elkaar. Daar is ook Jezus voor gekomen. Hij is gekomen om vrede te brengen, ook door het bloed van het kruis. Ook tussen mensen onderling. En dat maakt dat we ook welwillend en vriendelijk kunnen zijn naar anderen toe. Want we weten ook, we leven in de aanwezigheid van God. Zoals Paulus dat hier eraan toevoegt, de Heere is nabij. Hij is erbij, hij is bij ons. Dat is ook wat Paulus hiermee wil zeggen. We leven als het ware voor het aangezicht van God. En hoe zou je dan niet het beste ook voor je medemensen op het oog kunnen hebben? En dat is heel wat anders ook dan wat ook die cultuur was in Filippi. Want al eerder heeft Paulus natuurlijk geschreven, in hoofdstuk 2 kun je dat lezen, dat hij toch de mensen ook in de gemeente ertoe moest oproepen van, in hoofdstuk 2, van doe niets uit eigenbelang of eigendunk. Wees niet zo met jezelf bezig, wees niet zo op jezelf gericht. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. Wees ook op de andere gericht. En wat noemt dan Paulus als voorbeeld in het vervolg, in vers 5 tot 11 van dat hoofdstuk? Dan noemt hij het voorbeeld van de Heer Jezus die naar deze wereld is gekomen, die zich om ons zo diep vernederd heeft. Zo diep zelfs dat hij gehoorzaam geworden is, zelfs tot aan de dood aan het kruis. Maar dan heeft God hem ook verhoogd, zodat in de naam van hem alle knie zich voor hem zou buigen. Alles wat in de hemel en op de aarde is. Dat is Jezus daarin ook het voorbeeld. Dat is wat Paulus in deze brief al eerder heeft genoemd. En dat is wat hij met deze woorden hier in dit slothoofdstuk als het ware nog even ons in herinnering brengt. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En dat betekent dat we onze naasten proberen te helpen. Ook als het moeilijk is, als het lastig is. Als we misschien toch wel een lastige verhouding met mensen hebben. Dan is een goede manier om dat ook gewoon te benoemen. Om dat ook gewoon te zeggen, aan de orde te stellen. Maar wel erbij te zeggen ook van, broeder of zuster, wij zijn misschien verschillend en wij denken misschien over sommige dingen wat anders. En wij zijn ook gewoon wat verschillend. En we hebben een ander karakter. Maar het allerbelangrijkste hebben we samen. We zijn namelijk allebei verbonden in Christus. En dat is het allerbelangrijkste. En als je vanuit die houding met elkaar om kan gaan, dan lost dat een hele massa problemen op. Want dan betekent dat wat je met elkaar verbindt, is veel meer dan wat je met elkaar scheidt. Denk maar aan het voorbeeld dat als je bij wijze van spreken samen met iemand in een problematische situatie zit, je bent misschien verdwaald of je zit in moeilijkheden, maar je bent samen met iemand waarbij je eigenlijk ook verder niet zo goed mee op kan schieten. Maar dan is de nood of de moeilijke situatie waarin je samen zit, is wel iets wat je met elkaar verbindt. Want je moet er wel samen uitkomen. En dan geeft dat toch een heel andere verhouding. En als je dan samen ook uiteindelijk eruit komt en verlost wordt of bevrijd wordt van de problemen die je hebt, en je komt er samen met zo iemand uit, dan is dat toch iets wat je met elkaar verbindt. Dan kun je elkaar daarin samen verheugen. Dan geeft dat een vriendelijkheid naar elkaar toe. Van je hebt ook wel iets samen. Ook al ben je bij wijze van spreken nog zo verschillend. Zo, de vraag is, kennen de mensen zo ons? Kennen de mensen mij zo? En kennen de mensen ons zo op die manier? Is dat wat wij uitstralen? En dan, dus is het niet alleen een kwestie van blij zijn en vriendelijk zijn naar anderen toe,
Maar dan komt dat ook vooral in ons leven openbaar, in ons gebedsleven. Dat is het derde punt wat in vers 16 aan de orde komt. Paulus die zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan volgt die belofte daarop over de vrede. En wat zijn dat bijzondere woorden? Dat zijn hele, natuurlijk hele populaire woorden. We citeren ze vaak. Worden vaak genoemd. Het zijn misschien wel een van de mooiste woorden die je in de Bijbel in het Nieuwe Testament kunt tegenkomen. En ze zijn ook inderdaad prachtig. Ze zijn ook van diepe betekenis. Maar het is goed om ons op ons in te laten werken wat het precies betekent, wat Paulus wil zeggen. Hij zegt allereerst iets van wat we niet moeten doen. Hij zegt namelijk dat we niet bezorgd moeten zijn. Uiteraard betekent dat natuurlijk niet dat je niet voor sommige dingen moet zorgen. Dat is wat anders. Ja, we moeten gewoon zorgen voor ons dagelijks brood in ons leven. Dat is zo. Maar bezorgd zijn is iets heel anders. Dat is, gaat in feite om je zou kunnen zeggen, geobsedeerd zijn door bepaalde problemen en moeilijkheden, door zorgen, die je als het ware niet uit je gedachten kunt bannen. En dan kun je 's nachts wakker liggen en dan gaan je gedachten, die gaan in cirkels rond. En die blijven als het ware maar rondmalen in je hoofd. En je denkt aan bepaalde moeilijkheden en je denkt, ja, wat zal er kan gaan gebeuren? En je verstand is daarbij betrokken, maar hoewel je verstand soms zegt van ja, maar je kan er ook anders over denken. Je hart, waar ook hier sprake van is in deze woorden, die kan er niet los van komen. Je kan er niet los van komen. En je verbeeldingskracht gaat soms met je op de loop. Want je gaat dan denken van ja, maar stel nou dat er dan dit gebeurt. Hè, dat vanuit een moeilijke situatie dat er dan weer iets anders uit voortkomt. En wat zijn dan de gevolgen weer? Wat kan er dan verder nog allemaal gaan gebeuren? En dan ga je erover nadenken en dan weet je eigenlijk, ja, ik weet helemaal niet zeker of dat zal gebeuren, maar je kan er als het ware niet los van komen. Het obsedeert je. Dat zijn van die zorgen die kunnen je plagen. Die kunnen je uit je slaap houden. Maar Paulus die zegt, dat moet je niet doen. En dat is iets wat Jezus ook al had gezegd. Want dit wijst, ook Paulus wijst hier, of deze woorden die hij gebruikt, die wijzen ook ons terug op wat de Heer Jezus ook gezegd heeft over bezorgd zijn. Moet u maar eens lezen in de bergreden, in Matthäus 6. En ook in Lucas 12 kun je dat lezen. En dan zegt Jezus ook van, wees niet bezorgd, want er zijn een heleboel dingen die je helemaal niet kan doen. Hij zegt eigenlijk, bezorgd zijn is totaal zinloos. Want, zegt hij, je kunt bijvoorbeeld nog niet een klein stukje aan je lengte toevoegen. Ja, als ik nu zeg maar graag zou willen dat ik nog een paar centimeter langer werd, er is niets wat ik daaraan kan doen. Dat is wat Jezus zegt, het heeft totaal geen zin. En is dat ook niet zo, dat er voor een heleboel dingen waar we ons zorgen soms over maken, daar kun je gewoon helemaal niks aan doen. Er zijn mensen bijvoorbeeld die denken, ja, die heel erg, laten we zeggen wat je noemt, dat soms paranoïde zijn. Die zijn een beetje bang uitgevallen, die durven heel weinig. Je zou bijna zeggen, die lezen de statistieken ook en die lezen over alle ongelukken en alle dingen die er kunnen gebeuren. Die zeggen, nou, misschien moet ik maar in huis blijven, want dat is veel veiliger. Want daarbuiten, in die boze buitenwereld, gebeuren allerlei verschrikkelijke dingen. Ongelukken in het verkeer en van alles en nog wat. Misschien moet ik maar thuis blijven. Maar wist u, dat is ook bewezen uit onderzoek, dat de meeste ongelukken in feite binnenshuis gebeuren. Mensen die van de trap vallen en allerlei andere dingen. De meeste ongelukken waarmee mensen uiteindelijk bij de eerste hulp terechtkomen, gebeuren in huis. Nou, als je dat bedenkt, dan zou je natuurlijk denken bij jezelf van, oeps, ja, wat moet ik dan doen? Buiten in de wereld gebeuren allerlei ongelukken. In huis ben ik ook al niet veilig, wat moet ik dan doen? Nou, weet je, dan ga ik maar in bed liggen. Want dan kan me eigenlijk helemaal niks gebeuren. Maar wist u dat de meeste mensen die overlijden, dat in bed doen? Dat de meeste mensen die overlijden, dat gebeurt in bed. Dat is een levensgevaarlijke plaats. Daar moet je helemaal niet zijn, zou je zeggen. Nou, op die manier kun je laten zien ook wat Jezus zegt. Bezorgd zijn heeft op een bepaalde manier helemaal geen zin. Want je leven is uiteindelijk in Gods hand. En Jezus die zegt ook natuurlijk van, bezorgd zijn gaat gewoon voorbij aan de
allesomvattende zorg van onze hemelse Vader. En dan noemt hij dat voorbeeld, dat bekende voorbeeld van de lelies. Hè, en het gras in het veld. Hè, hoe God de bloemen in het veld bekleedt met heerlijkheid, terwijl ze er helemaal niets voor doen. Daar zorgt God voor. En als God dan daarvoor zorgt, zou hij dan niet voor ons zorgen? En dan zegt Jezus erbij van beste mensen, de heidenen, die zijn bezorgd over al dit soort dingen. Die maken zich druk om al dit soort zaken. Maar jullie weten beter. Het vereist een heel andere houding. En dat zijn ook de dingen waar Paulus hier op terugwijst. Wees niet bezorgd. Wij mogen een totaal andere houding hebben als christenen, hè, dan mensen die hem niet kennen. Wees in geen ding bezorgd. En daarin is een cruciaal verschil tussen degene die Jezus volgen en hem niet kennen. Maar, nou is het niet alleen zo dat Paulus zegt van, nee, je moet stoppen met bezorgd zijn, want ja, soms kun je dat gewoon niet. Maar wat is nou de remedie? Alleen maar stoppen met iets, dat is één ding, maar wat komt er voor in de plaats? En Paulus zegt, wat er voor in de plaats komt, is gebed. Gebed. En dat is dan ook het antwoord, ook als u zorg heeft en als je ook dat kent, als je 's nachts wakker ligt. Wat Paulus zegt, de enige beste remedie is bidden. Dat is het volgende wat hij zegt. Maar wat is dan bidden? Nou moet je ook daarmee opletten, want je zou natuurlijk uit deze tekst de indruk kunnen krijgen, bidden en smeken en al je verlangens mag je bij God bekendmaken. En dat is ook zo. Dat is ook zo, dat is absoluut waar. Zonder één uitzondering. Paulus die maakt geen enkele uitzondering. Wat je ook maar bezighoudt, mag je uiteindelijk in gebed bij God brengen. Zonder één uitzondering. Er is niets wat je bezighoudt waarvoor je niet kan bidden. En als er iets is waar je zorgen over maakt, dat je denkt, daar kan ik niet voor bidden, dan moet je nog eens heel goed nadenken, want dan kon het wel eens zijn dat het iets heel verkeerds is. En dan moet je er misschien van afkeren, zodat je ook die zorg niet meer hebt. Maar alles wat je werkelijk zorg geeft, dat mag je bij God brengen. Maar wat is dan gebed? Gebed is dan in de eerste plaats, dat is ook dat woord bidden wat Paulus hier gebruikt. Hij gebruikt hier een aantal verschillende woorden voor bidden in deze teksten. Dat is in de eerste plaats ook dat je bedenkt wie God zelf is. Dat je eerst richt op God in aanbidding ook, dat zit er ook in. Dat is het eerste. Want hoe zouden wij nu alleen maar met onze, je zou bijna zeggen, onze lijstje wensen die we hebben, net als een soort boodschappenlijstje, hoe zouden we dan bij iemand aankloppen hè, zonder te weten wie dat is? Dan moeten we toch eerst weten bij wie we komen. Bij God zelf. We moeten bedenken wie Hij is. Dat Hij de schepper is van hemel en aarde. Dat Hij de Almachtige is. Dat Hij alles in zijn hand houdt. Dat Hij soeverein is. Dat Hij alles regeert en bestuurt. En dat we Hem mogen aanbidden. Maar ook natuurlijk dat we Hem mogen kennen. Dat we mogen weten dat we ook vrijmoedig bij Hem mogen komen. Omdat we bij Hem mogen komen in de naam van Jezus. Dat we vrijmoedig bij God mogen komen omdat Jezus zelf de toegang daarvoor geopend heeft. Doordat Hij ons met God verzoend heeft door zijn sterven aan het kruis. Dan is de relatie met God goed, dan mag je bij God komen. Dan weet je dat je die vrijmoedigheid hebt en dan is bidden in de eerste plaats aanbidden. Ga God eerst danken voor wie Hij is en voor wie Hij door Jezus Christus voor jou heeft willen zijn. Wat Hij al heeft laten weten, wat Hij al heeft gegeven ook in ons leven. Dat is het eerste. En als we dat niet doen, dan vervallen we soms meteen in lijstjes, hè, in die boodschappenlijstjes van gebeden. En dat is ook een oproep, ook voor als u een bidstond heeft. Hè, je maakt dat wel eens mee, hè, dan beginnen mensen een bidstond van ja, waar zullen we voor gaan bidden? En dan komen er allerlei dingen voorbij, allerlei wensen en verlangens worden genoemd. Prima, hè, niks mis mee. Maar laten we vooral ook, als we dan, daar mogen we ook echt voor gaan bidden. Maar laten we als we daarvoor samen gaan bidden, dan ook eerst bedenken wie God zelf is. Wie Hij is. En dat is zo belangrijk. En ik denk ook wel eens dat dat soms ook wel eens gemist wordt. He, ook de manier waarop we soms onze wensen en onze verlangens gaan uiten, ook in gebedspunten.
Hey, ik moet wel eens denken, soms wordt er wel eens ook gezegd, bijvoorbeeld van... mijn vriend Jan die heeft aanstaande donderdagmorgen om 10:00 een sollicitatiegesprek. Wil jij dan om 10:00 inderdaad ook donderdagmorgen voor hem bidden? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Maar als je niet oppast, kan daar toch ook een verkeerde gedachte achter zitten. Ja, alsof wij ook precies moeten regelen hoe er gebeden moet worden. En alsof God dat nodig heeft. Je zou bijna kunnen zeggen, als je niet oppast, dan gaat het de indruk wekken. Ja, alsof God zo ver weg is dat hij ons vergeet. En dat wij om 10:00 donderdagmorgen echt even moeten aan de deur moeten kloppen bij God. En zeggen, Heer God, wilt u dat alsjeblieft niet vergeten? Het is nu de tijd. Jan heeft nu zijn sollicitatiegesprek. Wilt u er nu wat aan doen? Maar zo is God natuurlijk niet. God is zoveel machtiger, zoveel groter, zoveel heerlijker. He, dus dan wil ik helemaal niet zeggen dat niet mag, he, dat je niet op zo'n moment dan inderdaad mag bidden. Maar besef wel, he, daar gaat het me eigenlijk om, besef wel altijd wie God is. He, en of je dan bij wijze van spreken om 10:00 bidt of om 9:00 daarvoor, of dat maakt allemaal niet uit. He, want God staat boven de tijd. Hij is zoveel groter en zoveel machtiger. En echt bidden kan alleen maar als we eerst beseffen ook wie God is. En dan mogen we ook smeken. Dat zegt Paulus ook, bidden en smeken. En dat woord slaat ook echt natuurlijk op intens gebed. He, dat we echt onze nood bij God brengen, dat we ons hart mogen uitstorten. Maar ook al onze verlangens, he. Bidden en smeken en al onze verlangens bij hem bekendmaken. Dat mogen we doen. Maar dan zegt hij er ook nog iets bij. Doe dat vooral ook met dankzegging. En dan kun je natuurlijk denken, ja, maar hoe kan dat nou? He, als ik nou midden in de nood zit, in de problemen zit. Ik zit voor een examen, ik ben ziek, ik kamp met allerlei moeilijkheden. Hoe kan ik dan toch ook dankzeggen? Paulus zegt dat er hierbij, met dankzegging. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met wat hij daarvoor al gezegd heeft. He, wat ik ook al uitgelegd heb, dat we toch ondanks alle problemen verblijd mogen zijn. En als je blij bent, dan heb je ook een reden tot dankbaarheid. Zelfs al zit je in de gevangenis zoals Paulus. Hè, dan kan hij danken. En dat doet hij ook hier, in de brief ook. In het begin kun je dat lezen. Ook voor de gemeente in Filippi. Dan dankt hij ook voor hun samenwerking in het evangelie. Dan dankt hij voor wie de gemeente is. En als hij daaraan denkt, hè, dan heeft hij zoveel om voor te danken. En als wij gaan bidden, en dan mogen we ook eerst bedenken ook van, ja, welke reden hebben wij om te danken? Want dan hebben we nog zoveel om voor te danken. En zelfs al zou dan alles in ons leven ons tegenzitten, maar dan weten we dat we God hebben. Dan weten we dat we in Christus zijn. Dan kunnen we ook daar eerst voor danken. Maar misschien ook nog wel voor een heleboel andere dingen. He, voor het feit hoe God ons al door het leven geleid heeft. Hoe God ons geholpen heeft. Hoe God ons gered heeft uit moeilijke omstandigheden. En dan kan het ook goed zijn om dat ook te bedenken. En daar God voor te danken. Dat ook al zit je nu met een bepaald prangend probleem. Dat je weet, ja maar denk eens even na. Hoe vaak heeft God mij al niet geholpen? Hoe vaak heeft God al niet mij gered? En uitkomst gegeven? En dan mogen we daarvoor danken. Dan mogen we beseffen wat een grote voorrechten we hebben gekregen. En die hebben we allemaal uit genade ontvangen. Want juist dankzegging maakt ons nederig. Want als we dank zeggen, dan spreken we daarmee uit dat we iets ontvangen hebben wat we niet zelf verdiend hebben. Dan danken we voor Gods genade. Dat is werkelijke dankzegging. Dat maakt ons klein. Dat maakt ons afhankelijk van God. Maar dat is juist de positie waarin God ons wil hebben. Want hij wil dat wij bij hem komen. Als kinderen bij de Vader. Het besef dat wij niets hebben, dat we onze lege handen, de lege hand van ons geloof mogen opheffen, zodat God die in zijn rijkdom kan vervullen. En dat is wat hij wil doen. En dat is dan ook het laatste wat Paulus dan ook hier noemt, want hij zegt dan, ja, op die manier zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, en dat is juist ook waar het om gaat. Je hart en je gedachten bewaken. Ja, want al die zorgen en al die moeilijkheden, die gaan met je op de loop. Je zou bijna zeggen, die hebben je als het ware in je grip. He, die trekken je gedachten met zich mee. En ook je hart.
Je kunt je er als het ware niet los van maken. Die gedachten die komen binnen. Die nemen je mee. Die hebben je als het ware in hun grip. Die hebben je onder hun controle. Maar wat zal, als we nou zo ook Gods blijdschap mogen kennen. En ook zo tot God mogen naderen. Door niet bezorgd te hoeven zijn. Maar zo te mogen bidden. En te mogen danken. Dat zal de vrede van God geven. En die vrede, die is er als het ware als een bewaker. Die loopt om onze gedachten heen en om ons hart heen. En die houdt al die gedachten buiten de deur. Al die zorgen en al die verkeerde gedachten, die houdt God als het ware op zo'n manier buiten ons. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje als met de ozonlaag om de aarde, die de schadelijke UV-straling vanuit de ruimte en vanuit de zon tegenhoudt, die beschermt de aarde in dat opzicht. En zo is het ook met die vrede die God geeft. En dat is een vrede die de wereld niet kent. Jezus zegt, ik geef jullie mijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, maar zoals ik die geef. Dat is de vrede waar Paulus het hier over heeft. Dat is de vrede met God. De vrede die we hebben met God, omdat we weten, wij mogen rechtvaardig voor God zijn. En zoals Paulus dat ook elders ook zegt, wij dan gerechtvaardigd zijn, als wij gerechtvaardigd zijn, dan hebben we vrede met God. Maar ook vrede met elkaar. En zoals ik al zei, Jezus heeft door zijn kruis, heeft hij vrede gemaakt tussen mensen. Hij zegt dat in de brief aan de Efeziërs. En in dat verband heeft het met name ook betrekking op gelovigen uit Joden en gelovigen uit heidenen. Maar het geldt eigenlijk voor alle mensen. Ja, want hij geeft een nieuwe mens. En mensen mogen dan, de relaties tussen mensen ook worden onderling hersteld. Ook in dat opzicht geeft God vrede. Ook dat is een vrede. En dan kun je zeggen, hoe kan dat nou? Ja, dat is een vrede die gaat alle verstand te boven. Ja, want die kunnen wij langs menselijke wegen niet tot stand brengen. He, menselijke wijsheid schiet daarin tekort. He, de wijsheid van deze wereld schiet tekort om ons in de relatie met God te brengen. Want de wijsheid van deze wereld is juist dwaasheid voor God. He, want dan proberen we het zelf. Dus dat gaat al ons verstand te boven. Maar juist wat God zelf geeft, de verzoening met hem, de vrede met hem en de vrede met elkaar. Dat is wat God geeft. En dat gaat ons verstand te boven. En dan mogen we ons ook die prachtige woorden van Paulus in gedachten brengen. Die hij zegt van, als God ons dat nou allemaal gegeven heeft, zou hij ons dan ook met hem niet alle dingen geven? En wat zal ons dan ook ooit kunnen scheiden van de liefde van God in Christus? En als je die liefde kent, en dat je weet dat je in hem bent, dat je niet gescheiden kan worden van Christus, dat er niets meer is wat tussen jou en Christus nog scheiding kan brengen. Geen zorg, niets meer. Absoluut niets. Dan is dat een reden tot onuitsprekelijke blijdschap. Een blijdschap die de wereld niet kent. Dat is een reden voor onuitsprekelijke vreugde in de Here. Dat is een reden om vriendelijk te zijn. Dat is een reden om te bidden. Met dankzegging voor alles wat wij ontvangen hebben. En dan mogen wij die vrede kennen. Daarom zegt Paulus dan ook, want daar, dat is waar het koninkrijk van God werkelijk uit bestaat. Niet uit eten en drinken, zegt hij, maar uit in rechtvaardigheid, in vrede en blijdschap. Door de Heilige Geest, die ook aan ons gegeven is. Amen.